Het gaat dan echt beginnen. En ook deze mensen die langzaam naar hun plek in het stadion lopen, hopen het beste voor hun land. Het WK staat op het punt van beginnen voor hen. We zenden de wedstrijd live uit vanuit het Al Bayt Stadion. Dus blijf kijken. Het Al Bayt Stadion vormt het decor voor de wedstrijd die we straks gaan zien. Samen met collega-commentator Jeroen Guter zal ik vandaag voor tekst en uitleg zorgen bij deze wedstrijd. De dag waarop we beginnen met het WK. De wedstrijd op het programma wordt dan ook in de groepsfase gespeeld. Dit is België tegen Canada. Dankjewel. En jij natuurlijk ook van harte welkom, Siert. Ja, we zitten hier in het stadion. De stemming zit er goed in voor deze WK-groepswedstrijd. En we zijn uiteraard heel benieuwd wat dit duel ons gaat brengen. Deze 11 spelers gaan beginnen voor België. In het doel zien we Thibaut Courtois. Jan Vertonghen speelt achterin met Toby Alderweireld ernaast in het centrum. Yuri Tielemans speelt centraal op het middenveld. Samen met Axel Witsel. En in de aanval zien we Romelu Lukaku. In 2016 kwam de legendarische Franse speler Thierry Titi Henry naar België om de Rode Duivels te ondersteunen. Hij werd assistent van trainer Roberto Martinez. Ja, dat was afhankelijk iets wat niemand kon geloven. Hè? Ja, het gebeurde toch echt. Het was wel een apart gezicht trouwens om hem tijdens het WK te zien in de halve finale toen de Belgen tegen Frankrijk speelden. In oktober 2018 verliet hij de Belgen met de trainer van Monaco. De opstelling van de tegenstander. Laten we eens naar hun formatie kijken. Alles klinkt anders in het Concertgebouw. Dat ziet er vrij klassiek uit. 4 verdedigers, 4 middenvelders en 2 aanvallers. Ja, het is misschien wel de bekendste formatie. Wel heel degelijk. Ze fluit niet. Nee, ze geeft voordeel. Sterk verdedigd op de eigen helft. Met die tackle. Junior Hoyland. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Gelukkig voor hem loopt deze sliding goed af. De speler wordt geholpen. Hij weet hem te pakken. Dat Kevin De Bruyne kan voetballen, dat weet iedereen. Wat zou hij ons vandaag kunnen gaan voorschotelen? Ja, geef die man een bal en dan gebeuren mooie dingen. Hij is zo ontzettend balvaardig. Voor elke tegenstander er nog mee. Ze was het nog niet vergeten hoor, die actie. Alsnog een gele kaart. Courtois kan die bal makkelijk tegenhouden. En hij zit er op het juiste moment tussen. Verovert de bal. Kevin De Bruyne. Lukaku wordt in stelling gebracht. Oh ja, tot zover de dreiging. De sluitpost hoefde zich nauwelijks in te spannen om te onderscheppen.
Junior Hoylet. De paas onderschept hij. De scheidsrechter dacht aan voordeel, maar fluit toch voor de overtreding. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Het ziet er goed uit. Maar er wordt niets gedaan met die voorzet. De bal is hij kwijt. Dries Mertens. Na die tackle is hij de bal kwijt. Moet hij gaan uitkijken hoor, hij heeft al geel. Ja joh, kijk nou uit! Met al geel op zak. Ja, die scheidsrechter weet dat ook wel. En die is vriendelijk voor deze speler. Want ze geeft hem niet. Nu verspeelt hij het balbezit. Nu snel eruit komen. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. De eerste helft is alweer afgelopen in het Al Bayt Stadion. Dan beginnen deze teams hun WK hier in de groepsfase. De bal rolt. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. Scheidsrechter fluit en dan begint de tweede helft van hun eerste groepsontmoeting van dit WK. Alfonso Davies verliest de bal. Daar is hulp van een teamgenoot. Speelt een hoge steekbal. De bal komt aan. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans verkeken. Het is een sterke onderschepping. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Nee, die bal moet je wegwerken. De doelman verdedigt zijn doel. Daar is hij voor, hè? En een andere speler gebruikt. En dan trek je naar binnen, netjes gestopt. Stijlvol en technisch perfect gedaan door de keeper. We gaan weer een hoekschop nemen. Niet voorgezet, maar kort genomen. De bal wordt geraakt en prima gered daar. En achter, dus opnieuw een hoekschop. Het gevaar is nog steeds niet geweken. Hier kunnen ze de leiding nemen. Gaan we nu een counteraanval zien? Goed ingegrepen. Canada komt naar de 16. Oh ja. En de aanval onschadelijk gemaakt.
Junior Hoyland. Niet goed gegeven. Ja, dus balverlies. Ja, wie houdt hem tegen? Kans nog niet verkeken. En daar is dan het doelpunt eindelijk, zeg. Dat heeft een eeuwigheid geduurd. Hoe lang duurt een eeuwigheid in deze game trouwens? En nu ben ik benieuwd of er nog meer goals gaan komen. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Wat een mooie actie zijn van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het zou wel eens beslist kunnen zijn met deze late treffer. Osorio. Het einde van de wedstrijd nadert. Ze bouwen op en gaan voor dat ene doelpunt. Wat een mooie passes. Ze komen allemaal aan. Goed gebruik gemaakt van het balbezit. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Hij zit er goed tussen bij die pas. De Rode Duivel zet er aan hier. Nee, dit kan worden verdedigd. De aanval is alweer voorbij. Mogelijkheden voor een counter. Lekker opstomen met de bal. Die houdt hem tegen. En ze krijgen de bal weer. Lekkere steekpaas. Heel mooi dat balletje ertussendoor naar Mertens. Perfect getimed die tackle. Wat een kans was dit anders geweest. Ik heb een wisselspeler gevonden. Hoekschop komt voor. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg wint. Ook dit soort wedstrijden moet je winnen. En dat ene doelpunt was genoeg om de zege te pakken. Ze winnen het duel. En ik denk dat hij daar door zijn goede spel een aardig aandeel in had. Wat heeft deze speler een puike wedstrijd op de mat gelegd. Zo gevaarlijk aan de bal. De verdedigers werden er soms gek van. En als je zo op dreef bent, ja, dan krijg je natuurlijk ook genoeg kansen. En dat leidt dan uiteindelijk tot de winnende goal. Ik vind het eerlijk gezegd een soort van beloning. Dan beginnen deze teams hun WK hier in de groepsfase. De bal rolt. Ze bouwen op en zoeken naar mogelijkheden. De doelman verdedigt zijn doel. Ja, daar is die voor, hè? De coach wil een andere speler gebruiken. En dan trek je naar binnen. Netjes gestopt. Stijlvol en technisch perfect gedaan door de keeper. We gaan weer een hoekschop nemen. De bal wordt geraakt. En prima gered daar. En achter, dus opnieuw een hoekschop. Ja, wie houdt hem tegen? De kans nog niet verkeken. En daar is er een doelpunt eindelijk, zeg. Dat heeft een eeuwigheid geduurd. Hoe lang duurt een eeuwigheid in deze game?